zo belangrijk aanwezig zijn op ons 85e semester. Maar ik eerst en vooral vragen aan iedereen om zijn gsm af te zetten, zodat er niemand gestoord wordt. Na de show gaat er nog een kans zijn om een beetje na te spreken, wat rocks te eten, wat chips en zo. En allemaal Patrick Picard. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Wie in slaap vallen zeggen. Oké, ik ben Patrick Picard en ik hou me sinds een dertigtal jaar bezig met hypnose. En sinds 10 jaar doe ik, zoals ik shows en demonstraties, voordrachten. En niet alleen aan universiteiten, voor studenten als een amusement, maar ook vorige week nog 2 workshops voor geneeskundestudenten. Dus dat kan ook, voor congressen of wat dan ook. Misschien eventjes wat uitleggen wat hypnose is. Want vele mensen denken, een beetje eng, zwarte magie, bestaat niet, allemaal bullshit. En anderen die zeggen, ah cool, heb ik al van gehoord, van gezien. En zijn er trouwens mensen die de show van Chimica x weken, maanden geleden gezien hebben? Allemaal rationele studenten die denken, ja, ik heb een sterke wil, ik ben een rationeel iemand. Trouwens, ik ben een ingenieur van opleiding. Dus, het heeft niks met rationeel of niet rationeel zijn. Dus, ik heb me er gewoon op toegelegd. Het is een techniek die ik aangelegd heb. En wat is die techniek? Met die techniek gaan we werken met het onderbewustzijn. En wat is een beetje dat onderbewustzijn? Dat is eigenlijk een beetje onze harde schijf. Ergens hebben wij hier herinneringen, sensaties, gevoelens opgeslagen en door een combinatie van ontspanning en concentratie kunnen we aan informatie aan. En dan denk je, ja maar hoe doe ik dat? Nochtans, doen we elke dag. Zijn lekker ontspannen voor de televisie of in de film, bioscoop, een chip van vrienden, lekker lang uitgeluiden en plots wordt die film spannend en ze lopen achter iemand aan en dat gewicht komt er niet precies die film te beleven. Maar zien. Mensen naar voetbal kijken, de mannen. Dan zitten ze daar in de zetel van. En nog eens, ze zitten precies mee op het veld. En misschien het meest herkenbare is het, dat de film droevig wordt. Als die film droevig wordt, waarom worden wij droevig? Omdat wij zo sterk gaan inleven met die acteur, met die actrice. En althans, het is toch allemaal nep, het is gespeeld. Maar het is net die inleving, bestaande ervaring. Oh, hoe moet die zich voelen? En wij gaan inleven, empathisch worden. Als je niet empathisch bent, hè, psychopaten die zijn wat minder empathisch, dan heb je natuurlijk moeilijk hier vanavond. Maar voor de rest, iedereen kan gehypnotiseerd worden. Alleen, niet iedereen wil gehypnotiseerd worden. En als je echt zegt van, ik wil dit niet, dan gaat dat niet. Want moest ik macht hebben, dan was ik hier vanavond niet, dan ging ik gewoon naar de bank en zei ik, geef nog eens een paar miljoen euro. Alle vrouwen, kom eens met mij mee, massage, cocktailje, enzovoort. Alle gevangenen zou ik gewoon tot lieve mensen kunnen onttoveren. Gevangenisproblematiek zou ik kunnen oplossen. Je hebt moeilijkheden met studeren, maar kijk, jij wordt dokter, jij wordt advocaat en jij gaat de kamer opruimen. Ik zou het beste een babysitter worden. Helaas, dat kan allemaal niet. Dus, ik heb jouw toelating nodig en vandaar dat ik ook met vrijwilligers ga werken. Dus ik ga hier niemand aanduiden, dus ik moet hier niet gestresseerd zitten op, ik pak de mij niet. Behalve, waarom heb ik die nog gezien? Nee, dus, het is dus een heel natuurlijk fenomeen. Lekker een film kijken, maar in de plaats van een film af te spelen, ga ik beelden beschrijven. Kennen jullie trouwens dat geluid van nagels op een borstel kassen? Oeh, hoor ik hier. Maar waarom? Ik heb toch geen nagels, ik heb toch geen bord. En toch, we gaan zo sterk inleven dat we voelen het. Zo moet je maar van de naald van de dokter of van het materiaal wat en zo dat vastpakken en kijk al die dingen. Althans, het is er niet. Maar die gedachte, dat beeld wordt zo sterk en we gaan op dezelfde manier reageren. Dus eigenlijk hebben wij bij onze hersenen het vermogen om een beeld zo sterk te maken dat eigenlijk de hersenen niet meer weten, is dat nu een echt beeld of een denkbeeldig beeld.
Ander types voorbeeld, seksuele fantasie. Je hebt beelden in je kop en je lichaam gaat reageren. Waarom? Het is dit toch maar in je hoofd. Het is niet echt. En toch gaat je lichaam reageren. Je gaat op vakantie. Oh ja, we gaan dat doen en dat doen. Je wordt helemaal blij. Maar eerst heb ik nog een afspraak of morgen heb ik nog een examen. En je wordt ziek, je kunt s'nachts niet slapen. Omdat je daarmee bezig bent met dat beeld. En nogthans, je ligt ook maar in je bed. Je bent ook niet op dat examen, je bent ook niet in die situatie. Maar je gaat dat zo sterk voorstellen hoe dat zal zijn. En je voelt het. Dat is allemaal hetzelfde principe. En wordt je wakker uit hypnose? Sommigen wel, sommigen niet. Het hangt ervan af. Maar ja, tuurlijk. Je hangt tussen wakker en slapen. Je gaat eigenlijk niet echt slapen. Lijkt met televisie kijken. Maar toch kan er plots iemand uit de keuken komen en... Tja, ik heb je niet zien voor bij televisie gaan. Die komt uit de keuken en dan is dat naast u. Dagdroom, je kijkt naar buiten, maar je kijkt toch niet naar die vogels, naar die bomen. En toch, ze kunnen zo doen, terwijl je een dagdroom bent, omdat je naar een beeld in je hoofd aan het kijken bent. Je kijkt niet naar een echt fysisch beeld buiten. Hetzelfde principe. Dus, je bent in een toestand tussen wakker en slapen, en hoe minder belast je bent, dus hoe meer ontspannen je bent, want dit is spanning. Ik moet spieren opspannen, ik moet net spieren van mijn hand gebruiken om die micro vast te houden. Zou ik het niet doen, zou die vallen. Ik moet mijn benen stijf houden, want anders zou ik door mijn benen gaan. Dus, maar bij hypnose gaan we zoveel mogelijk alles loslaten en dan lijkt het dat die mensen gaan slapen, maar we gaan die hersenen zoveel mogelijk ontbelasten en dan gaat de wereld vanzelf gaan. Lijkt bij dat vullen. Je legt er lang uit, je trekt er wel niks meer aan en je begint alles te beleven. Voor de rest, als je naar voren komt, ga ik ervan uit dat je fysisch en psychisch in orde bent. Ik had gehoord dat er straks veel gestoorden waren. Of net of niet te storen, of wat, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, zorg dat je je goed voelt. Dat je echt zegt van, ik heb er zin in. Want mensen die misschien nu zware medicatie nemen tegen antidepressies of wat dan ook, die ergens een bepaalde medicatie nodig hebben om rustig te zijn of stabiel te zijn, niet dat dat gevaarlijk is voor hen, maar die gaan nu eens eindelijk echte ontspanning ervaren. Maar zegt dat lichaam, potverdorie, dat is zalig. Die willen dat wat langer vasthouden en zo. En dan moet ik me apart gaan bezighouden met die persoon en dan. Maar iedereen geraakt eruit. Allee, dit is het zo prettig. En tegenwoordig zijn er zelfs fanclubs in Duitsland en zo, van mensen die dat allemaal gaan opzoeken. Een beetje een natuurlijke drug. En omdat het zo heerlijk is, je denkt niet aan je werk, niet aan je problemen, alleen maar met aan dat beeld. Dus, omdat die mensen dat gewoon altijd willen meemaken. Anderen gaan naar concerten, anderen gaan naar de film en anderen gaan tegenwoordig meer en meer hypnoses opzoeken. De meest natuurlijke drug, je kunt daarna veilig naar huis rijden. Het zit niet in je bloed. Je kunt mensen water laten drinken en nevens op laten doen als met alcohol. Ik word gedaan in een televisieprogramma in Nederland voor studenten. En de alcoholprijzen gingen omhoog en dan gingen die arme studenten dan nog betalen. Hypnose. De hele avond in het café met alleen maar water. En die waren zeer plezant als met alcohol. Dus, en als we nu over alcohol praten, ik vind het ook altijd een heel interessant gegeven. En hypnose. Controleverlies. Beetje alcohol, en we dansen op de tafels, we doen de zoetste dingen. En dan denk je daarna, oeps, heb ik dat gezegd, heb ik dat gedaan. Dat vinden we dan niet erg, hè? Dat vinden we dan niet erg. Maar hypnose, zoiets engs. Het is gewoon echt een beetje een gelijkaardige roes. Je durft er wat meer, je voelt je goed en de wereld gaat als vanzelf. Ja? Ook zwanger vrouwen? Liefst niet meedoen. Er is ook veel actie hier. Daarom ook vliegen als je zo'n tien schroeven in je been hebt. Ik laat je dansen hier of zo. En dat is het laatste wat ik wil, dat is dat er ongelukken gebeuren. En dan het is weer hypnose geweest. Terwijl als ze zot zijn door alcohol en als ze dan valt, ja, dan heeft hij een ongeluk gehad. En anders is het, oeh, het was die hypnose. Vandaar dat ik het ook film, dat is mijn getuige. Tegenwoordig moet je altijd oppassen. Voor de rest, denk ik dat ik het belangrijkste heb gezegd. Straks kun je gerust nog vragen stellen enzovoort. Maar ik stel voor dat we eens allemaal samen een aantal oefeningetjes doen. Gewoon om eens te proeven hoe dat werkt. Ja? Heel enthousiaste dingen daar. En als je die oefeningen doet, doe ze voor jezelf. Begin niet tegen de anderen en
denk ik bij u, en die zijn zich heel hard aan het concentreren. Ja, en dan zijn beste hand. Ja, dit moeten we ook vermijden. Zeker in het begin van de show. Eén keer als we bezig zijn, maar kan van alles kapot gaan en een boom ontploffen. Maar flesjes, niet dat ik trek de aandacht. Moest ik op een discotheek zitten, kan ik perfect improviseren. Want dat maakt deel uit van de sfeer, van het lawaai. Maar als dan de ober zijn ganse plateau met glas aan vallen en iedereen kijkt, dan is de concentratie weg. Hetzelfde als in een film. Je kijkt naar de film en dan zit er daar iemand. En dan is dat zo. Want je kunt die film niet bereiken. Plots is er reclame. Ook zoiets dat in is. Want dan haalt u uit die droom. Dus heel gelijk eigenlijk is dat niet. Zo, als je die oefeningen nu doet, doe ze voor je eigen. En dan gaan we nu de eerste oefening doen. Trouwens, kan iedereen mij ook van achteraan goed verstaan? Ja? Laat eens allemaal jullie vinger zien. Ja, allemaal. Maak eens een pistool. Ja, maak een cirkel. En hou die tegen je kin. Ja? En kijk nu mensen, waar staat uw kin? Hier staat uw kin. Dus je ziet. Ik ben een universiteitsstudent. Ben jij rustig mee? Oké. We gingen de eerste oefening doen. En voor die eerste oefening brengen we onze twee vingers in open toestand. Onze twee wijsvingers. En we kijken vanaf nu enkel nog naar onze eigen vingers. Als je nu niet meer, als je zo nog zit te kijken en naar mij zit te kijken, dan kun je even goed je handen op je schoot laten, want dan ben je niet geconcentreerd. Kijk eens naar die vingers, kijk eens naar die plooitjes. Die kleur van de nagels, de lengte van die nagels. De afstand tussen de vingers. En als je dat beeld hebt, dan mag je nu je ogen sluiten en dan zie je diezelfde vingers door je gesloten ogen. Op dezelfde plaats, met dezelfde afstand, dezelfde kleur enzovoort. Maar nu, je laat de hele tijd je ogen gesloten, tel ik van 1 tot en met 3. En bij 3 kan je merken hoe plots die twee vingers naar elkaar toe gaan bewegen. Alsof dat er in die toppen van die vingers twee magneten zitten. Je laat de hele tijd de ogen gesloten totdat ik zeg dat je het terug mag open doen. Ik tel nu van 1 tot en met 3 en voel hoe plots die vingers beginnen te bewegen. 1, 2 en 3. En nu beginnen ze te bewegen. Je voelt die trekkracht tussen die twee vingers. En dan magnetisch wel druk die ene vinger naar de andere toe. En je voelt waarschijnlijk kleine schokjes. En dat is helemaal normaal, want dat zijn signalen van het onderbewustzijn. En laat het gewoon gebeuren. En bij sommige mensen zijn misschien de vingertoppen al aan het raken. En bij de anderen zijn we misschien nog maar half weg. Concentreer je gewoon verder op dat beeld in je gedachten. Zie het gebeuren, voel het gewoon. En nu tel ik van 1 tot en met 3, mocht je je ogen open doen. En naar het resultaat kijken. 1, 2, 3. En als je iets gemerkt of gevoeld hebt tussen die vingers, moet je eigen een applausje geven, ja? Wie heeft het gevoeld gezien? Ja. Dus, mensen in de jeugdbeweging, of misschien vroeger op school, jullie deden waarschijnlijk ook zo'n trucjes. Zo die vingers van me. Zo naar elkaar toe schroeven en zeggen, ah, dat zijn heel toffe kindertrucjes. Maar dat werkt even goed bij volwassenen. Het is gewoon een verbeeldingsoefening. Kinderen of volwassenen, alleen kinderen laten los. Die, voor hen is dat een spelletje. Dus die gaan daar geen weerstand in bieden. Maar natuurlijk zijn er heel wat mensen die nu zeggen, maar als mijn vingers losgaat, gaat vanzelf. Ik heb althans niet gezegd, laat ze los. Gewoon gezegd bij 3 en dan beginnen ze langzaam te bewegen. En dan gaat dat effectief ook zo zijn bij de mensen. Maar voor de kritici heb ik een tweede oefening. En nu gaan we allemaal onze twee armen zo naar voren brengen. En we zorgen dat we niks raken, niemand raken. En we draaien onze rechterhand naar boven. Zelfs op een donderdagavond is dat onze rechterhand. En we kijken naar onze twee handen. We kijken nu onafgebroken naar onze twee handen. We kijken naar onze vingers, de kleur, de hoogte. Misschien hebben we ringen aan onze vingers. Misschien tattoos, misschien mankeren we hun vinger, enzovoort. En je ziet die twee handen en je sluit nu je ogen. En dan zie je perfect door je gesloten ogen diezelfde handen. Op dezelfde hoogte, dezelfde afstand, want het staat nu op je eigen schijf. En nu kun je met dat beeld spelen, want nu
Leg ik denkbeeldig op jouw rechterhand een stapel boeken. En dat bij het getal 3. Ik leg daar nu 3, 4 boeken op. 1, 2, 3. En voel nu dat gewicht op je rechterhand. Je merkt je rechterhand wordt nu zwaarder. En die rechterhand gaat nu meer en meer naar beneden. Je ziet die boeken liggen. Ik leg er nog 1 of 2 erbovenop. 1, 2, 3. Ja, op. Dan wordt het nog zwaarder. En nu merk je die rechterhand wordt steeds zwaarder en zwaarder, zwaarder en zwaarder. En terwijl dat die rechterhand zwaarder wordt, gaat je nu met de gedachte naar je linkerhand. Want aan je linkerhand, daar hang ik een touwtje en dat is vastgebonden aan honderden ballonnetjes. En die ballonnetjes met helium gevuld, die gaan nu langzaam nu omhoog en die trekken nu je linkerhand de lucht in. Je merkt je linkerarm wordt steeds lichter, lichter en lichter. En die gaat verder en verder de lucht in. Je laat het gewoon gebeuren, je voelt het, je ziet het gebeuren. En nu leg nog een paar boeken bij op je rechterhand. En dan wordt het nog zwaarder en nog zwaarder en nog zwaarder. En nu hang ik nog een paar ballonjes aan jouw linkerhand. En dan wordt die nog lichter, lichter en lichter, lichter en lichter. En nu tel ik van 1 tot en met 3. En dan mocht je ogen terug eens open doen. 1, 2 en 3. En kijk eens naar het resultaat. Ja. Eventueel bij de buurman of de buurvrouw. Ja. Dus. En bij de ene gaat het een klein beetje, en bij de andere gaat het heel sterk. Ja? Dus? En het is hier geen wedstrijd om. Het is hier geen wedstrijd om hier allemaal met een meter uit elkaar te zitten, maar ik wil gewoon het principe nu aangeven. Je sluit je ogen, je maakt een beeld, en dan realiseert zich. Zo simpel werkt het eigenlijk. Ja? Vandaar, geloof in je dromen. Mensen die continu bezig zijn met die ene droom, later wil ik dit worden, of een groot huis, of wat dan ook. Dat je die vinden daar de wegen en die gaan langs die hindernissen voorbij, als ze die innerlijke drijf hebben. Als je natuurlijk altijd naar achter kijkt, kijk eens wat een ellendig leven, en hoe is nog dat overkomen, en dat, en dat, en dat weegt dan ook emotioneel. Het zijn ook maar beelden van het verleden. En je denkt daar veel aan, en dan gaat dat ook je gemoedsrust inspelen. Allemaal weer hetzelfde principe. Zo, laatste oefening. En dan gaan we straks mensen uitnodigen. En als je straks de mensen komen, laat ze zo snel mogelijk door. Ja? Want we hebben nog, vorige keer hadden we hier nog een gang, maar die is er nu niet. Dus als mensen vandaag naar voren willen komen, dan moet ik niet een hele traject ondergaan. Dus hinder ze dan. Oké, laatste oefening. We brengen ons twee handen zo. We strekken ons twee armen, we knijpen ons twee handen roest samen, we kijken naar onze handen en we sluiten onze oren. Want eigenlijk hebben we maar een fractie van een seconde nodig om het beeld te onthouden. En nu zie je perfect door je gesloten ogen weer die twee handen, dat die elkaar dicht knijpen. Op de hoogte, op de juiste hoogte, je kunt het allemaal levendig voorstellen. En nu tel ik van 1 tot en met 3 en dan ga je merken dat het onmogelijk wordt die handen los te krijgen. Zo sterk ga jij je nu concentreren, zo sterk gaan mijn woorden in dat jouw onderbewustzijn toekomen. En nu begin ik te tellen. 1. Knijp die handen nog harder samen. En beeld er nu in dat ik een bekertje met de lijn neem, want die vloeibare lijn en ik giet die over jouw handen, over jouw vingers. En merk nu dat die lijn langzaam erover glijdt. Maar niet alleen erover. En langzaam begint ook die lijn tussen je handpalmen te kruipen. Tussen elk foutje, elk gootje van jouw vingers. En dat wordt steeds, steeds vaster. Die twee handen beginnen zich nu helemaal vast te zitten. Die worden één geheel, één blok. Onmogelijk om nog het verschil te maken tussen je linker en je rechterhand. Het voelt zich gewoon als één geheel aan. Zo ben je nu aan het concentreren op dat beeld. En je wilt het ook laten slagen, dus ga er gewoon voor. En nu twee, die handen zitten nu vast, die lijn is droog, die spieren zijn hard. Onmogelijk om het volgende getal te los te krijgen hoor. Wat je gaat proberen is te vasten, want dat is uw ingesteldheid. En nu merk je al niet meer dat je zelf duwt, dat het je onderbewustzijn is. Je blijft gewoon duwen. En nu 1, 2, 3 en probeer maar los te krijgen. En als je merkt dat het niet gaat, steek je handen boven je hoofd. Ja, als je merkt dat het gaat moeilijk, steek je handen ook boven je hoofd. Ja. En sta eens eventjes recht, dan kunnen we zien wie dat er goed geconcentreerd is. Ja, sta maar eventjes recht. Die mensen met hun handen vast, sta maar eventjes recht. Ja. En laat die mensen eventjes door, dan kan ik ze losmaken. Kom eventjes naar hier. Daar is een opstapje. Ja. Kom maar.
Kom maar eventjes tot hier. Ja. Kom maar. Kijk, zit je nog eens nader.